Ja, laatste pagina, laatste stukje, getiteld Meneer Foppes Testament. Ik denk wel dat dat het laatste wordt. En ja, nou ja, dit is het dan, dit is het boek, dit is het manuscript, een stapeltje papier. Ik ga dat vandaag nog naar uitgeverij De Harmonie brengen, kijken wat die ervan vinden. Of het wel een boek is, ik denk het wel. Ja, ik vond het de hoogste tijd worden voor een nieuw boek. Ik heb de afgelopen zes jaar heb ik voor het scherm gezeten. Hier mijn bieslog gevuld. Elke dag een stukje. Maar toch, de wereld van het boek bleef trekken. Krijgt er heimwee naar. Ik heb de afgelopen jaren deze boeken gepubliceerd bij de Harmonie: Meneer Foppen en het Gedoe. De Boekcorner van Goos Verhoef. Schoftentuig. Morgen zal ik bij Mannetje staan. De Liefste van de Buis. Meneer Foppen in zijn blootje. Meneer Foppen over de rooien. En Different Cook. En dat laatste boek is alweer van 12 jaar geleden. Dus ja, nieuwe media, internet, prachtig, leuk. Ik werk er graag voor. Ga ik ook mee door. Er komt een nieuw idee aan. Maar ja, een boek is toch ook wel heel erg mooi. Papier. Het oude medium. Ik zal het nooit verlogenen, blijft ook altijd naast elkaar bestaan. Niks mooiers dan een boek. En ik koop en lees nog altijd heel graag. Boeken. Ja, dat ik er papier nu heb van gemaakt is raar. Dat doen heel veel schrijvers al niet meer. Die zetten dat boek op een stick. Dit is er een van 30 gigabyte. Nou, daar gaan wel duizend boeken op. Of je stuurt het per e-mail zo naar de uitgeverij en kan zo door naar de drukker. Daar hou ik toch niet van. Ik vind papieren medium, een boek, dat moet je op papier zien. En uh, ja. Ik ga ook om de samenstelling te vergemakkelijken dat hele manuscript altijd op de vloer uitstallen. Zo krijg je een goede indruk van het boek. Want kijk, op die manier krijg je dus uh, de beste indruk van de juiste volgorde. Kijk, die naar beneden uitstekende stukken: dat is meneer Foppen. En daartussen. Uh, ...zijn komisch bedoelde berichten over de gekke wereld. Dus, uh, dialogen, notities, fake berichten. En zo kan je ook makkelijk even zeggen dan, dat dit, denk ik, daar moet. En dit daar. Dat is via meneer Foppe. Kijk, die eenzame meneer Foppe wandelt zo door die gekke buitenwereld. En daar zit er voldoende, zit voldoende tussen. Ja, en daar dus meneer Foppes testament en de inhoudsopgave. Ja, je weet het nooit zeker, maar ik denk, ik hoop dat het een boek is. Uh, het is niet echt iets nieuws, het is natuurlijk een, een bloemlezing, maar meer dan 80% van die stukjes is nog nooit eerder in drukvorm verschenen. Het wordt een, ja, bonte bundel, licht, hopelijk leuk om te lezen. Je weet het niet, je weet het niet. Maar ik kijk nu uit naar het boek, het voorwerp, want dat is toch heel iets anders dan. Een pakje papier.